We zitten in een hele veranderlijke tijd. Ik was een melkveehouder. We zijn met die koeien heel erg grootschalig gegaan. Ik denk dat die tijd voorbij is. Otters zien wil ik eigenlijk ook niet. Daartussenin, ik noem het zelf fijnschalig, dat we dingen in balans gaan brengen. Ik zoek verbreding met de boerderij, dus dat ik niet heel specialistisch alleen met één product bezig ben. Maar dat ik verbreding heb in de vorm van vlees. Of wat we hier doen is dus meel maken voor ambachtelijke bakkers. En dat graan, dat wat we hier malen, dat telen we zelf. Ik ben Arjen Verschuren. Ik ben melkveehouder, biologisch melkveehouder. En we zijn hier op, dit is mijn tweede locatie en hier ben ik ook molenaar. Een molenaar alleen heeft best wel veel moeite om zijn eigen inkomen te halen. Alleen graan telen voor een boer is ook niet zo heel erg lucratief. Maar doordat ik het allemaal zelf doe, is die tussenschakel is tussenuit. Dus daar wordt geen graantje meegepikt om het in dezelfde trant, in dezelfde lijn van het verhaal te houden. Ik heb contact met die eindgebruiker en dat is wat ik miste met die melk. Dan gaat alles melk naar de fabriek. En ik krijg een afschriftje 1 of 2 keer in de maand van dit is wat je aan de melk geleverd hebt en dat is wat je ervoor krijgt. En nu heb ik een stukje vlees en dan krijg ik foto's van de barbecue. Via Instagram krijgen we allemaal foto's van brood wat er gebakken is door bakkers van ons meel. En dat is dan echt Nederlands graan en dat is heel traceerbaar. Nou ja, dat willen ze nu allemaal. Die tijd gaan we tegemoet. Hier in Nederland het graan wordt allemaal gebruikt voor veevoer. Wij moeten als mens op 1 staan en het dier op 2. In die gedachte wil ik eerst kijken dat ik zo goed mogelijk graan teel voor brood. En als dat niet goed genoeg is, dan kan ik het altijd nog voeren aan de koeien. En daarnaast kan ik wat er van de molen overblijft of van een bakker, kan ik ook voeren aan de koeien. En zo heb je een mooie kringlopen en daarnaast hebben we dan het stro. Waar het graan als van het land afkomt, blijft de stro achter. Dat kan ik weer gebruiken in een stal en daar maak ik weer mest van en die mest komt weer op het land. En dat zijn allemaal kringloopjes die op het bedrijf dan samenkomen. In principe moeten we allemaal ons eigen ding doen. Als we allemaal ons graan gaan telen, tuinen en gaan malen en een bakkertje zoeken. Ik denk dat dat ook niet de oplossing is. We hebben die grote mensen nodig voor het bulk. Elk segment heeft zijn vraag en zijn aanbod. En we moeten ook die variatie, die diversiteit houden aan aanbod en aan werkwijze, denk ik. Maar als je maar blijft denken in mogelijkheden en enthousiast bent en creatief en het anders doet als een ander, dan levert dat ook weer heel veel mogelijkheden op.